Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Laat ik gewoon direct met de deur in huis vallen. Deze video is in samenwerking met The Body Shop. Ik ben al jaren een hele grote fan van dat merk. En vandaag ga ik naar de winkel toe en in de winkel ga ik vragen om mijn persoonlijke huidadvies. Nu weet ik wel een klein beetje dat ik wel een goede huid heb. Ik heb niet heel veel problemen met mijn huid, maar ik ben toch wel benieuwd wat zij te zeggen hebben. En ik ben best wel benieuwd naar hun gehele skincare collectie, want ik weet dat hun assortiment echt heel breed is. Maar ja, soms weet je gewoon niet wat je dan moet halen en wat nou goed voor je eigen huid is. Ik denk zelf dat vandaag een hele leerzame dag voor mij zal zijn. Het is altijd leuk om nieuwe dingen te leren, helemaal over skincare. Althans, dat vind ik tenminste. Dus ja, laten we maar naar de Body Shop gaan. En als ik terugkom, ga ik die producten samen met jullie behandelen. Dit is onze gezichtsverzorging. Die is heel uitgebreid. En we hebben voor iedere huidbehoefte hebben een lijn of een product. Iedereen heeft een ander huidtype. Maar ook andere huidbehoeftes. Iedereen wil iets anders met zijn huid bekijken. Wordt er gekeken naar mijn huid en wat precies mijn huidtype is, toch? Dat kun je niet weten. Mijn huidtype. En hier hebben we een heel mooi overzicht wat we gaan behandelen. Dit formulier gaan we bekijken van hoe je zelf ervaart hoe je huid is en wat je nu doet aan gezichtsverzorging. Okay. Ik ga kijken hoeveel vocht er in jouw huid zit en hoeveel vet je huid produceert. Dat is echt super goed. Ik heb hier een overzicht. Ik had 44,8, toch? Dus ja. Hier tussen. Ja, dat is ietsje. Dat is hartstikke goed. Maar je hebt natuurlijk ook nog een hele mooie jonge huid. Nou, dan gaan we nu kijken hoeveel vet je huid produceert. Dat doe ik met deze sebumstrips. Ik hou straks eentje tegen je voorhoofd en tegen je wang aan. Nou ja, niet veel. Nee, het ligt ook denk ik aan het moment. Want ik heb echt het moment dat het heel vies aanvoelt, dus vettig inderdaad. En het moment dat het gewoon normaal, zoals nu. Nou ja, ook bijna niks. Dus dat is, kijk, hier zit wel wat hoor. Maar het is vrij normaal. Je ziet bijna niks. Op camera zie je niet zoveel. Niet zoveel vet. We zijn dus tot de conclusie gekomen dat ik best wel een gezonde huid heb. Dat wist ik stiekem een beetje al. Maar nu is het ook al bevestigd. Nou, ik heb dan hier een rijtje producten waarvan ik denk dat ze passen bij jouw huid. Ik heb van de Body Shop een tas vol leuke goodies gekregen. Dit is de tas zelf. De goodies liggen nu voor mijn neus. Mooi uitgestald. Maar ik ben er echt super blij mee. Een aantal van die producten heb ik zelf al eens gebruikt. Dus ik weet dat ik het al super fijn vind. Dus laten we gewoon maar gaan beginnen. Ik ga niet alle producten nu één voor één laten zien, want je zal ze straks wel allemaal voorbij zien komen. Maar ik wil wel even dit product uitlichten. Dit is namelijk hun nieuwe gezichtmasker. Namelijk de Mediterranean Almond Milk with Oats masker. Maar voordat ik dit masker kan aanbrengen, moet ik natuurlijk eerst mijn make-up eraf halen. En mochten zij toevallig een aantal make-up reinigingsproducten aan me hebben gegeven. Dus we hebben hier drie verschillende reinigingsproducten. Ik zit even te kijken waarmee ik ga beginnen. Dit product heb ik zelf al eerder gebruikt. Dit is namelijk de Vitamine E Cream Cleanser. Dit is ook een make-up remover, maar dit is meer voor de gevoelige huid. En deze is bedoeld voor alle huidtypes. En deze is ook voor de gevoelige huid bedoeld. En dit is een cleansing oil. Ik begin met deze. En ik doe een beetje op een wattenschijfje. Beetje veel. Oh ja, dit is een beetje heel erg veel. Normaal gesproken gebruik ik niet zoveel. Maar hey, het is wel lekker. Met dit product merk ik echt dat mijn gezicht goed gereinigd wordt. Daarom ben ik er al zelf een hele grote fan van. Want ja, ik vind het zo fijn als mijn huid fris aanvoelt. Laat ik mijn wenkbrauwen erop of haal ik ze eraf? Weet je, ik laat ze er gewoon op. Ik ga toch geen gezichtmasker op mijn wenkbrauwen aanbrengen. Lekker smeren. Dan ga ik toch wel dit product gebruiken. En dit product is bedoeld voor je oogmake-up. Want het gebied bij je ogen is extra gevoelig. Vandaar dat dit ook voor de gevoelige huid is. Oké, ik ga alleen maar. Ik heb niet zoveel mascara op. Maar ik ga het er toch wel afhalen.
Zo kunnen jullie ook zien dat het best wel makkelijker afgaat. Kijk. En wat mij ook werd verteld is dat ze deze ook op oliebasis hebben. Dus mocht je dan veel waterproof make-up dragen, dan kan je dat product gebruiken. Maar op dit moment heb ik geen waterproof make-up op. Dus het gaat er heel makkelijk af. En mijn ogen irriteren ook niet. Hoe chill is dat? En ik heb ook lenzen in. En vaak wrijf ik gewoon lekker in mijn ogen. Maar ik heb er nu helemaal geen last van. Oké, oogmake-up is eraf. Ik ga mijn haar toch nog wel even naar achteren doen. Echt heel sexy dit. Zodat ik makkelijk het gezichtmasker zo aan kan brengen. Oké, mijn gezicht is schoon. Als je echt je gezicht nog iets dieper wil reinigen, dan kan je dus nog de olie gebruiken. Ik ga wel even kijken wat voor substantie dit heeft. Oeh. Normaal gesproken ben ik niet echt fan van een olie. Maar dit voelt heel nice aan. Nu wordt het tijd voor het product waar ik het meest excited over ben. Namelijk het gezichtmasker. Sowieso gebruik ik bijna wekelijks een gezichtmasker van de Body Shop. Trouwens, wisten jullie dat de producten van de Body Shop cruelty free zijn? En dat ze tegen het testen op dieren zijn? En dit masker is ook 100% vegan. Dus mocht je toevallig vegan zijn en een vegan masker willen halen, dan raad ik je denk ik deze aan. Hij ruikt in ieder geval heel erg lekker. Ik ben een beetje verkouden, dus ik ruik niet helemaal volledig. Maar hij ruikt heel chill. Hopelijk werkt hij ook heel goed. En op dit moment is 50% van hun assortiment al vegan. En ze zijn van plan om het nog meer vegan te gaan maken. Je ziet ook in de winkel bordjes staan met vegan. En bijvoorbeeld ook de gehighlighted producten. Superleuk. Ziet er echt leuk uit in de winkel. Maar oké, oh nee. We gaan het niet met de vinger doen. We gaan het met de kwast doen. Ah. Oké, het voelt al gelijk heel erg fris. Oh, dit is zo chill. Helemaal als je een beetje ziekjes bent. Is het zo fijn om je huid te verwennen. Ik ben niet echt een pro als het gaat om maskers aanbrengen. Met de kwast is sowieso een stuk fijner. En anders zit je echt onder. Let natuurlijk wel op dat je niet een masker in je oog of op je lippen aanbrengt. Want dat is niet de bedoeling. En dit moet ik nu voor ongeveer 5 tot 10 minuutjes laten zitten. En dan ga ik het eraf halen. En op de verpakking raden ze je aan om dit product maximaal 2 keer in de week te gebruiken. Het masker is van mijn gezicht en mijn huid voelt chill. Ja. Eerste indruk is zeer positief en ik ga het zeker 2 keer in de week gebruiken. Dat was dan dit masker. Dan wordt het tijd om mijn gezicht voor de rest te gaan verzorgen. We hebben hier de Vitamine E Moisture Protect Emulsion met SPF 30. En dit is voor alle huidtypes. Dit kan je overdag gebruiken. Mij werd geadviseerd om elke dag, maar dan ook echt elke dag, iets met SPF aan te brengen. Want ja, je bent bijna elke dag buiten. En ik moet je zeggen dat ik dit product ook heel fijn vind. Hij is heel licht. Helemaal ideaal voor mensen die niet echt van crèmetjes houden. Dus dan is dat een win-win situatie. Dan bescherm je je huid. En dan smeer je met plezier dit op. Ja. Oh, dit voelt ook fijn. Helemaal naar het masker. We hebben dan nog, waar is dat? We hebben hier een eye cream. En ik vind het zelf heel erg fijn om overdag een oogcreme aan te brengen. Maar ook 's avonds. Jullie weten dat ik nog heel jong ben. Maar mij werd geadviseerd om al vroeg met goede huidverzorging te beginnen. Want als je er vroeg bij bent, dan heb je er later heel veel profijt van. En ik heb de mazzel, denk ik, dat ik later niet echt heel veel huidproblemen heb. Qua rimpels, et cetera. Want mijn moeder heeft ook best wel een hele jonge huid, terwijl ze al 50 is. Maar ik vind het al heel fijn om vroeg met huidverzorging te beginnen. En ook hier onder mijn ogen, want dit is echt extreem gevoelig. En die huid daar is zo dun, dat heb ik dus allemaal geleerd bij de Body Shop. Echt. Advies, huidadvies vragen doet veel met je. Maar oh, dit voelt zo fijn. Oogcrème.
Dan heb ik hier nog een heel klein schattig potje liggen van de Tea Tree collectie. En dit product kan je gebruiken als je onzuiverheden hebt. Dan pak je een wattenstaafje en dan dep je het op bijvoorbeeld een pukkeltje. En dat laat je dan in de nacht intrekken. Op dit moment heb ik geen last van onzuiverheden. Ik heb af en toe hier een pukkel. Maar mocht jij best wel last hebben van pukkeltjes of andere onzuiverheden, dan kan je dit misschien wel gaan gebruiken. Maar op dit moment heb ik het niet nodig. Dus ga het ook niet testen. Want dan zie je toch geen verschil. Maar dit komt zeker wel ooit goed van pas. Dan hebben we nog een product van de vitamine E-lijn. En dit is een hydrating toner. Ook weer voor alle huidtypes. En zelf vind ik het super fijn om dit na mijn make-up bereiniging te gebruiken. Of na het reinigen van mijn gezichtmasker. Het ligt er echt aan waar ik op dat moment zin in heb. Dus ik doe het dan op een watje. Maar zo zie je maar weer dat er nog wel een beetje make-up ervan afkomt. En het allerlaatste product wat ik met jullie wil delen is de Almond Milk Body Yoghurt. En hij ruikt zo fris. En body yoghurt trekt best wel snel in. Zeg echt binnen 10 seconden. En volgens mij is dat al het geval. Heerlijk. Ik hou echt van producten die mega snel intrekken. Want ik haat het als het plakkerig is. Het is zo niet plakkerig. Oké, en dit is dan voor je hele lichaam. Dus stel je hebt droge armen, droge benen. Helemaal straks als het heel koud wordt. Ik heb best wel droge benen. Dus ik smeer het eventjes op mijn enkel. Oh, dit vind ik zo chill. Ik had al gezegd dat de meeste producten van de Body Shop vegan zijn. Mocht je twijfels hebben of een product wel of niet vegan is, dan staat dat ook op de verpakking. Want hier zie ik heel duidelijk 100% vegan. Forever against animal testing. Ja, ik ben zeer enthousiast over al deze producten. Ook helemaal omdat deze producten op basis van mijn eigen huid voor mij geadviseerd zijn. Dus mocht je zelf twijfels hebben wat nou echt bij je huid past, vraag het gewoon aan de medewerkers. Zij willen je gerust helpen. De mensen bij de Body Shop waren echt super lief. Ja, ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben gehad. Ik wel in ieder geval. Ik weet tenminste wat bij mijn huid past. Mocht je toevallig één of meerdere producten uit deze video ook gebruiken, laat het dan hieronder in de reacties achter. En laat me ook weten wat jij ervan vindt. Of mocht je een andere Body Shop product gebruiken en mocht dat je favoriet zijn, dan ben ik daar ook benieuwd naar. En mocht jij nog niet op mijn kanaal geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. En hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!